Vandaag zijn we op Televisie 2011, de vakbeurs voor de verkopers en de winkeliers in Nederland over mobiele telefonie. Ook een partij als TomTom. We hebben hem allemaal in de auto tenslotte, mag niet ontbreken. Niet meteen direct nieuwe hardware, maar toch een leuk voorbeeld, een leuke uitleg over op welke manier TomTom tegenwoordig zijn geld verdient. Jasje Wagenaar, TomTom Nederland. Heel goed. En wat heb je hier allemaal te laten zien aan de nieuwe winkeliers? Nou, als de winkeliers zich om kunnen draaien, dan laten wij onze HD Traffic Service, verkeersinformatieservice zien. Dit is de opstelling ook zoals we op de Autoride 2011 zullen gaan verschijnen. En we zullen ons daar echt als contentleverancier presenteren van de beste verkeersinformatie in Nederland. Dit is de visualisatie van natuurlijk, zoals jullie weten, in de producten terechtkomt. Ja. We gaan op twee plekken staan op de Autoride om echt de consument beter op de hoogte te brengen van het feit dat de verkeersinformatie er is. En dat we de beste daarin zijn. En als het goed is komen ze allemaal naar jullie toe om het te kopen. Okay, dus je gaat eigenlijk van hardware leverancier, service leverancier naar content leverancier. Ja, ja, nou, we blijven wel een hardware leverancier natuurlijk, ja. Maar we gaan steeds meer content op die hardware leveren. Ja. Maar dat doen we ook naar onze mobiele platformen, bijvoorbeeld de iPhone app. Daar kun je ook deze verkeersinformatie innemen. Dus ja, content zal zich steeds verder gaan uitbreiden. Wat maakt de kwaliteit nou zo goed van jullie verkeersinformatie? De truc zit hem in het feit dat wij meerdere bronnen gebruiken. De verkeersinformatie waar iedereen aan kan komen, dat is van de overheid. Ja. En dat vullen we dan aan met 4,5 miljoen Vodafone-bellers, anoniem. Op het moment dat zij dataverbinding of bellen of sms'en, dan worden ze gemeten door het netwerk hun beweging. Ja. En dat wordt toegevoegd aan onze verkeersinformatie. En daarnaast hebben we op dit moment in Nederland al meer dan 250.000 mensen rondrijden met een TomTom Live systeem. Ja. En die sturen ons ook anonieme verkeersinformatie toe op het moment dat zij dus opstoppingen hebben en dergelijke. En meten dat direct. Dat betekent dat we dus de beste wegendekking hebben. Omdat we continu online zijn, om even zo te zeggen, met die kastjes, hebben we om de 2 minuten een update. Dat kan ook niemand matchen. En daarnaast is het zo dat we naast dus, de dekking, de frequentie en de accuraatheid, we doen altijd in vertragingen. En we zijn dus in staat om ten alle tijde de snelste route te berekenen. Ook op stukken weg waar andere mensen niet kunnen kijken. Ja. Zodat je nooit het risico hebt dat je zeg maar, van een snelweg afgestuurd wordt en vervolgens op een weg neergezet wordt waar nog een veel grotere file staat. En wij kunnen dat allemaal. Ja. Daarom is onze verkeersinformatie veruit het beste. Hoe gaat het met TomTom? Gaat goed. We zien dat de markt gestabiliseerd. Prijzen zijn, hoewel ze afvlakken, zien we daar wel een uitdieping van de markt komen, zeg maar. Of hoe zeg je dat? De stabilisering van de onderkant van de prijs. Nou, TomTom zal zich niet zozeer gaan bewegen op de onderkant van de markt. Wij focussen ons meer op connected devices. Wat we het afgelopen jaar ook hebben gezien, is dat de markt zich eigenlijk in tweeën deelt. Er is een nieuwe categorie ontstaan. Je hebt gewoon navigatie van A naar B. En je hebt, ja, connected navigatie, navigatiesystemen die tijdens een rit continu de bestuurder van informatie kunnen laten zien. Vorig jaar, sorry, 2009 was het nog maar iets van 9% van de markt. En uiteindelijk is dat vorig jaar 30% van de markt geworden. Nou, waar we gewoon een hele nieuwe categorie zien ontstaan. Eigenlijk de smartphone ten opzichte van de normale phone. Je hebt natuurlijk ten opzichte van de smartphone heb je natuurlijk wel een nieuwe concurrent bijgekregen. Nou, ik zou zeggen meer een aanvulling. Wat we zien is dat de mensen die navigatie gebruiken voor één keer in de maand even een klein ritje. Ja, dat zijn mensen die op dit moment geen navigatiesysteem meer kopen. Waarom niet? Inderdaad, daar heb je een smartphone of een ander mobiel device voor die dat prima kan. Wat we wel zien is dat voor lange ritten, zoals vakantie, weekendjes weg en dergelijke, dat daar juist de P&D, zoals we die kennen, nog steeds geprefereerd wordt. Sterker nog, we hebben wat onderzoek gedaan en dat zelfs mobiele gebruikers prefereren P&D voor dat soort zaken. Dus die zijn hartstikke blij voor wandelen en voor korte stukjes. Ja. Maar voor langere stukken zit je toch met schermgrootte, zit je toch met duidelijkheid, waar de P&D natuurlijk uitstekend in gaat. En daarnaast is het nog zo dat, wat we dan ook wel zien, is dat in de P&D-markt schermgrootte steeds belangrijker wordt. Wat we bijvoorbeeld zien is dat 5 inch steeds groter wordt en dat 3,5 inch, eigenlijk het eerste schermpje waar we mee begonnen zijn, een steeds kleinere markt wordt. En dat ook met name gepakt wordt door smartphones. Ja, ik ben nog heel ouderwets, ik heb nog een 3,5 inch TomTom. Ja, nee, dan zou je eigenlijk inderdaad moeten upgraden volgens de markt. Nee, dat 3,5 inch is echt nog wel steeds in de markt, alleen 4,3 is echt de standaard aan het worden. Ja. En we zien echt dat 5 inch en daarboven steeds belangrijker wordt. Volgens mij was het al iets van 20-25% van de markt in 2010 in waarde. Dus dat gaat echt als een speer. Ja, leuk. In hoeverre is zeg maar
pre-installed of ingebouwd in de auto versus los? Versus los. Is dat aan het veranderen? Nou, het is natuurlijk een hele belangrijke categorie. We zijn als TomTom, als bedrijf, zijn we daar ook erg actief in. Ja goed, ik ken niet alle contracten, maar ik weet dat Renault, Peugeot, Mazda, Toyota zijn we... Op sommige modellen komen we al af fabriek met TomTom navigatie. Het enige is dat we wel zien is dat in-car navigatie eigenlijk wel groeit, maar heel gestaag. Moet ik even kijken of ik de cijfers uit mijn hoofd ken. Volgens mij is er ongeveer 7% van het autopark in het jaar. Dat zijn nieuwe auto's. En er wordt pas verwacht in 2014 dat 35% van die 7% uitgerust is met een in-dash navigatiesysteem. Dus ja, het groeit zeker. Maar het heeft nog niet een enorme vlucht genomen. Dat komt gewoon dat ondanks dat de prijzen wel dalen, de aanschafwaarde nog steeds behoorlijk is. En dat de massaconsument dat toch niet ervoor over heeft. Dus het alternatief is Mediamarkt, koop zo'n ding klaar? Er zijn natuurlijk een aantal voordelen aan. Ja. Als je kijkt naar de normale systemen die in auto's gezet worden, dan heb ik het niet over TomTom, want wij lossen dat wel op. Maar bijvoorbeeld het vernieuwen van kaarten, het implementeren van nieuwe technieken, dat is gewoon best lastig met die in-dash systemen. Ja. En vaak zitten daar ook hoge kosten aan. En dat zijn nog eens een keer extra drempels die ingebouwd worden voor mensen die een in-dash navigatiesysteem kopen. Oké, okay. Dankjewel. Ja? Ja. Alsjeblieft. Graag gedaan. Blijf staan.